dan geblinddoekt drie kleuren. Nou, in ieder geval dat je niks kan zien. We doen drie kleuren pakken. Drie kleuren pakken van stiften. Wij hebben deze bak. En hier zo heel vol. Zit er een soort stift. Oké, en heel het helemaal vol met stiften. En vandaag, ja, en Fien gaat beginnen met pakken. Deze. Deze kleur, dames en heren. Oh. Die. Deze. Oké, okay. Ja, en laatste. Mogen we dan bepalen in de reacties welke ze het mooiste vonden? Ja. Ik heb echt alleen maar bruin. Ja, als we wat fout zijn, ja. Ja. Hier dan zo, een bol. Dan nog een bolletje erop. Dan nog een bolletje erop. En hier dan iets. Jullie mogen natuurlijk ook zien. Oké, zijn we klaar? Nee, we zijn nog niet klaar. Moet ik aftellen van 100? Nee. 30? Nee. Niet? Niks aftellen. Zo. Maar eerst gaan we kijken of deze video wel goed is. Hè? Ja, hè? En dan nog eventjes. Doe dat niet, zien. Nou, ik denk dat ik een beetje klaar ben. Oh, eerst gaan we jou laten showen. Kijk, dit is Fine der Ding. Ik had toch alleen maar bruin. Ja, ze had alleen maar bruin. Dus ik had een drol gemaakt. Ja, dus ze heeft een drol gemaakt. En dit is de mijne. Een sneeuwpop. Of ik vind het er niet heel erg op lijken. Oké, zullen we nu opnieuw kleuren grabben? Oké, die moet je er wel in. Nu mag jij beginnen. Dan mag ik beginnen, natuurlijk. Deze. Deze kleur. Oh, ik ben zo jaloers nu al. Nee. Nee. Ik wil deze. Nee, oké, we mogen deze ronde wel ruilen van stiften, hè? Nee. Dit is potlood. Als je... En dat is... Welke zijn het? Groen! Oh! Ik ben zo jaloers. Ik ben zo jaloers. Groen is mijn lievelingskleur. Ja, oké, nu mag jij weer grappen. Oh, Ik zie niet. Dat mag ik vertrouwen. Nee.
Nee, dat mag niet. Je mag de doppen niet afhalen. Nee, maar er zit een potlood. Nee. Oké. Maar je hebt wel goede kleuren. Wat is dit? Die mag je opnieuw grabbelen, want dit is echt een goede punt. Dus en deze. Want echt alleen stiften. Deze had ze de vorige keer ook. Nee. Maar echt met dit soort dingen, die dan mag je opnieuw grabbelen. Van mij dan. Ik weet niet echt dat dat goede regels zijn. Nou, oké. Blauw! De beste goede kleurcombi. Ja. Wacht even. Dat zijn er. Deze zijn mijn kleuren. En dit zijn vriendere kleuren. Ik ben echt jaloers op jouw kleuren. Ja, ik ben gewoon heel goed in grabbelen. Oh, jullie mogen ook stemmen in de reacties. Welke kunstwerken jullie het mooist vinden? Ik weet het al, wat er jou nog gaat worden. Doe maar wat, hè. Bijna 7 minuten. Ik ben klaar. Oké, ik ben bijna klaar. Dino. Oké, ik mag mijn stift alvast terug. Ik ben klaar. Oké, wat is vriendelijk? Maar deze heb je toch van Laura gekregen? Nee. Oh, andere. Oké, dat was iets anders. Dat is anders. Dat was van school iets. Maar nu, welke gaan we eerst nog vinden? Welke laat eerst? Welke gaan we eerst laten zien? Nee. Oké. Dit is die van Fine. Nog plus die drol. En dat, ik denk dat dat een soort vlag is of zo. En dit is mijn creatie. Een soort zonnetje of zo met een gezichtje. Oké, Fine niet raar. Doe graag. Oké, Sorry, de camera was me omgevallen. Oké, ik heb het. Zo. Deze? Is die goed? Is die goed? Ja, ik vind het wel. Deze? Die goed? Ja. En dan Nina Poep. Deze goed? Nou, ik vind het van niet. Die mag je weer. Deze goed? Ja, ik vind het van wel. Oké, maar alleen dit zijn 2 gele. Die mag ik op. Ik mag eentje opnieuw doen, oké? Welke wil je opnieuw doen? Deze. Ik vind als je dezelfde kleur hebt, dat je dan opnieuw mag doen. Wil je die? Is die goed? Ja. Yeah! Oh ja, even voor de duidelijkheid, haar lievelingskleur is groen. Alsjeblieft. Bam, 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 bam. Lekker dan. Ja, je mag even krabbelen. Kijk wat omhoog. Paars. Die is helemaal wat paars. Deze? Is dat zo'n goeie met zo'n... Laten we even kijken. Ja, dat is gewoon. Als je nog eentje, dan van dezelfde kleur pakt. Die is juist zo goed, Amber. Dat was roze. Die. Oh, op. Die zijn goed! Kijk, ik had deze bij je hand gelegd. Want dan zou je precies dezelfde als mij hadden. Echt? Ah ja! Kijk, want ik kijk. Ja, kijk. Jij deed dit. Ik had dit in je hand gelegd. Ik dacht, ja, maar dat mag dus niet. Ik vind dat niet mag. Kijk, deze kleur heb ik. En een Fine die had deze bij mijn hand gelegd. Dus als ik deze niet had gepakt, deze roze, maar dan hadden we dezelfde kleuren gehad. Roze is een lievelingskleur en we zijn toch hier in een nieuw huis? Ja, oh ja, ik ben verhuisd. En dus hier is mijn nieuw huis, maar in de volgende video, dan krijgen jullie nog een rondleiding door het huis. Dus nou, dan gaan we beginnen. Doe niet, Fien. Misschien zitten er wel hartstikke haar in het bed. Zo. We doen niet aan petten op deze video. Of op dit kanaal. Oké,
Oké, nu mogen we wel een beetje overleggen met elkaar wat we gaan maken. Oké, zo. Wat maak je? Oh ja, ik weet het al. Er zijn veel mooier te maken. Wordt dat een vierkant paard of zo, Fien? Nee. Die ziet er wel goed uit, vind ik. Rah! Bloed aan zijn tanden, de paars. Oké. Kijk zo. Hoe heet die vogel ook weer? Bikkel. Oh, Bikkel. Nee, dat is zo verleden. Ik denk dat jij deze ronde sowieso gaat winnen. Hoezo? Kijk dan. Naar dit. Oh ja. Ik ben veel beter in tekenen. Vele malen. Weet ik zeker. Dit wordt echt de trend. Hey, wat voor luister je? Je mag niet meestal mag ik vierkante paarden. Nu mag zij vierkante paarden. Het is geen paard. Het is een eenhoorn. Nee, het is iets heel anders. Het is een fantasiedier. Oh, dat heb ik natuurlijk niet mogen zeggen. Zo. Ja. Nou, bijna dan. Zit ze niet in dit. Zo slecht. En zullen we hierna stoppen? Hoezo? Heb je al gezien hoe lang we al bezig zijn? Ja. Oké. Okay. Dat is een papierverspilling. Dan ga je gewoon verder op tekenen. Ja, dan gaan we nog verder op tekenen. Nee, je mag niet kleuren pakken. Dat wou ik bijna gaan doen. Verboden? Ik probeer er tenminste nog iets moois van te maken. Kijk dan, Amber. Die ziet er zo gek uit, die van jou. Ben jij blij met de kleuren die je hebt? Ja, op zich wel. Ik denk vooral met roze. Ja. Ik ga start maken. Oh, daar ben je zo slecht in. Moet je dat maar even weten. Ik denk dat allemaal deze challenge gaat winnen. Ik ben veel creatiever dan jou. Weer. Ik kan wel vele malen beter tekenen dan jou. Nee. Mijn is tenminste een beetje grappig. En die andere niet. Nee. Maar die van jou, van de eerste dat ze alleen maar bruin had, was wel een beetje goed. Nou, zullen we meteen een video buiten maken? Ja, goed idee. Oké. Ik moet nog een mond hebben. Kots, goed idee. Ja. Oh, ik had al kots gemaakt, hè. Ik had al kots gemaakt en ik heb ook een drol gemaakt. Goed idee, Amber. Allemaal stukjes eten erin. Ik heb tenminste nog een beetje goede kleuren ervoor. Ja, maar ik heb ook hele goede kleuren ervoor, hè. Koffie is meestal ook een beetje groenig, hè. Dat je dat weet. Een rainbowdrol. Hallo? Ik heb dat al... Sorry, maar ik ben al klaar. Niet doen, Amber, gekko. Ik ben geen gekko. Dodo dan? Nee. Met een dodo-ei. Leila. Wie is een dodo-ei? Nee. Ik heb ook een doos waarmee ik je had verslaan. En heel veel dode deurtjes. En ook die op je hoofd laat vallen. Kan ook dus heel zwaar, die doos. Ben je klaar?
Ik wel namelijk. Hoezo maak ik de kop? Goed idee, man. Zullen we nu even bijna gaan afsluiten, Amber? Ja. Hou nog een ogen op. Ja, je mag wel met van deze pen een beetje versiering doen. Nee. Nee, Fien, dat mag niet. Nee, de kleur die je hebt gekregen, daarmee moet je het doen. Paars. Waar is de top? Doe hem er maar weer op. Ik denk dat mijn laatste de beste is. Ja, denk ik ook. Ik ben bijna klaar, moet alleen nog in één kleur. Ik ga het leuk voor je maken, maar. Prima. Ik ga nu gewoon het even maken met zelf kleuren. Ja, nee, dat gaan we na de video. Nee, omdat ik aan het wachten op je ben. Ik ben bijna klaar. Ik ben klaar. En jouw YouTube kanaal is toch allemaal klaar? Ja. Ik ben klaar. Fien! We moeten... Oké, welke gaan we eerst laten zien? Fien en jij met papa? Nee, mijne. Oké, dat zijn de kunstwerken van Fienit. Dat is denk ik die saus, een vlag en een poepdrol. En dit zijn mijn kunstwerken. Hier de laatste is een unicorn. Is het zo goed in het beeld kan zien. En deze is een zon. Ja, het is in het spiegelbeeld. Dus vandaar. En dit is een sneeuwpop. En zo ziet het eruit als je allemaal dingen bij elkaar op, ja, ziet. Oké. Ik moet nog even wat bewerken aan mijn dingen. Dus we zijn zo bij jullie terug. Ja, oké, Fien zei, ik wou beginnen als Fien zei, wacht even, dat is waar toch? Ja. Kijk, als ik zo doe, dan wordt het zo donker, maar kijk, dat zon, dat waren jullie, dat had ik gewoon, hoe ik het zie geschreven, dus een spiegelbeeld voor jullie, dus ik heb het even voor mijn spiegelbeeld geschreven, zo, dus ja, dus zo, en dat is eigenlijk nos met een z. Dus ja, ben je nou bijna klaar, Fien? Ik zit wat voor je YouTube-kanaal te maken. Oké. Mag ik hem afsluiten? Want hij is al best wel lang. Laat dit even zien, anders. Kijk, Fien heeft dit voor me gemaakt, maar het is alleen wel een spiegelbeeld. Maar dat is niet erg, vind ik. Toch? Ja, van groot naar klein. Een spiegelbeeld van groot naar klein. Daar zijn nog een soort berg of zo. Ik wou er een regenboog van maken. Een regenboog waar ze ervan maken. Maar goed. Zullen we gaan de video afsluiten? Want hij is al zo'n 18 minuten al. Dus bijna 20 minuten. Bijna een half uur. Dus ja, ik ga hem afsluiten. Wil jij nog wat zeggen wat je ervan van de challenge vond? Leuk. En volg me ook op mijn toekomstige YouTube-kanaal. Hoe gaat je YouTube-kanaal heten? Amy. Amy dus. En die start ik op met een vriend van mij. Oh. Over ongeveer 4 jaar komt die. Dus volgens mij zeker 4 jaar. Nog 4 jaar wachten, dan kan je me volgen op YouTube. Alleen maar hoezo krijg jij eigenlijk pas...